Hoe is het leven met jullie? Goed hoor. Goed hoor. Ook in de liefde allebei? Nee. Gaat gewoon door. En bij jou, Tim? Oké. Ja, prima. Oké. Gelukkig. Love yourself. Precies. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, we moeten er even een grappig intro stukje van maken. Maar dit keer heb ik echt geen idee wat ik moet vragen. Oh. Nee. Jammer. Wat leuk om je weer te zien na een week, Tim. Ja, hè? Gezellig. Ja. Gezellig, man. Ik denk, ik doe het net als de kandidaten, hè? Helemaal. En voor het eerst wil ik iemand zien. Ja, ook fijn dat ik jullie ook mag zien. Ja, hè? Ja. Ja. Na een week ook, inderdaad. Dat is wel een beetje raar. Ja. Als je daar zo over nadenkt. Ja, ik ben maar een weekje weg geweest, maar ik mis jullie nu al. Ja, oké. Ach, ja. Dat is wat Thomas zei, hè? Je weet pas wat je mist als het er niet is. Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel echt, vond ik echt een goede uitspraak van hem. Dat was wel echt... zeker weten. Ja. Zo, hebben jullie trouwens ook opgevallen dat Comfort, die zei meteen in het begin van de aflevering een beetje bij de biechten, waarom zou ik de mol niet meer kunnen zijn? Ja. Ja. Zou ze daar dan zeggen dat ze kandidaat is, hè? Ik hoop het. Want als zij de mol is, is het wel echt een van de grootste twisten die ik... een van de beste twisten, denk ik wel. Ja, zou je het de beste vinden? Ja. Omdat je denkt de mol krijgt geen rood. Ja. Ik vind het wel gewaagd. En als ze het wel zou doen, zou je het leuk vinden? Of zou je zoiets denken van, oh, ik ben erin getrapt... De makers hebben gewonnen, dit hebben ze leuk gedaan. Of zou je denken van, ik heb er niet aan gedacht omdat het tegen de regels in is. Ja, maar wat zijn de regels? Ja de mol gaat nooit naar huis. Ja, maar dat wordt in Nederland wordt dat gezegd. Dus ja. Stiekem was Connie gewoon al die tijd de mol. Ik kom ze volgende week terug. Ja, heel eerlijk, ik zou het een beetje flauw vinden als ze het doen. Misschien een beetje... Maar dan had ze er meer uitleg rond moeten geven als het dan nog zou kunnen zijn. Op een of andere manier. Ja, ik denk omdat de helft toch wel kritiek gaat geven hierop. Ja, sowieso. Ja. Sowieso. En dat denk ik dat de makers niet aangaan. En daarom denk ik dat Commie, ja, die is niet de mol. Nee. Net als dat, spoiler, Lieselot niet de mol is. Oh. Oei. Oh. Dus we hebben waarschijnlijk een mannelijke mol. Nou, dat weet ik wel zeker. Dat wist ik al bijna wel. Maar ze zijn alle drie aan het mollen, dus dat is een beetje een probleem. Alle vier zijn alle Want drie aan het mollen. Tot nu toe vijf vrouwen achter elkaar een rood scherm. Ja. Ja, ik vond deze aflevering Lancelot weer verdacht. Dan denk ik, hè, waarom? Waarom vind ik Lancelot nou deze aflevering weer verdacht? Ja. Maar ik denk dat hij het speelt. Omdat hij die 5 euro heeft gepakt, moet hij toch weer een beetje verdacht overkomen. En dat bord met ben ik de mol. Ja, dat vond ik... Weet je, dat wordt ook weer vol in de montage gezet van, goh, kijk eens, kijk op het presenteerblaadje, hier is de mol niet. Ja, als hij het is het kwaad, maar ik denk dat hij het niet is. Nee, ik denk het ook niet. Maar laten we dan maar gaan beginnen met de podcast, toch? Ja. Oké. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol en de Nee, mol... niet meer. Weer fout. Oh, het is weer zo'n eentje. Oh, hey, die is in januari pas. Welkom in ProCast, de Mol podcast van de Mol Pro. We bespreken de afleveringen en gaan dieper in op de afleveringen met onder andere... Arjan van Mollejagers, _2023 op Instagram. Hallo! En Dinant van het Instagram account WDM, _2023, _hint. Hallo! Of was het zonder streepjes? Kan allebei. Het kan allebei. Oh. Allebei. Dan moet ik dat even aanpassen in het script. Ik kan ze allebei wel vinden. Nee, maar welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. Leuk dat we er weer mogen zijn. Nou ja. Ja.
Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar... Oh. Dat hoorde ik van Arjan. Oh. Oh. Ja. Nee, maar grapje, Arjan. Nou ja, aflevering 5. Wat vonden jullie van de aflevering? Iemand? Oh, ik denk ik laat Arjan een keertje voor. Ik vond het een leuke aflevering natuurlijk weer met de familie of partners of van de kandidaten. Wel een beetje vroeg. Ja, vind je? Aflevering 5? Ja. Ik vind aflevering 8 een beter getal. Oh nee, dat kan niet. Dan is de finale. Aflevering 7. Standaard meestal in de Mol België, aflevering 5. Ja, een beetje op het midden. En, ja. Ja. Alleen wachten. Alleen vond ik het wel jammer dat ze het met robots hadden gedaan deze keer. Dat paste natuurlijk wel perfect bij de opdracht, maar... Teken dat de mol het niet doet. Als echt geweest, zou ik het denk ik leuker gevonden. Teken dat de mol het misschien niet goed doet, hè? Ze doen te veel geld verdiend. Dan gaan ze even op een plan B of zo. Ja, mogen ze niet meer komen, kost te veel geld. Ja, ja, ik denk ook dat die... ja, het kost te veel geld. nou ja, ik kreeg ook heel wat reacties. Sommige mensen vonden de aflevering iets minder leuk dan bijvoorbeeld vorige week. Kan ik me wel invoelen. Maar ik denk dat volgende week kan je niet mee vergelijken. Nee, klopt, klopt. Ja. Maar ik denk dan ook alweer bij mezelf, oké, weet je, we hebben nu niet 3 opdrachten, maar 2 opdrachten. En als je dan kijkt naar hoeveel die opdrachten qua geld in zich hebben, dan ja, qua budget is dat best wel prima. Weet je, ze huren een stuntvliegtuig in. Ja. Weet je dat, drone vliegen, huren ze allemaal in. Ze huren een supermarkt af, ze dit, dat. Weet je, dat is wel een mooi budget voor 2 opdrachten in plaats van 3 opdrachten, toch? Ja, zeker weten. Dan gaan we ook maar meteen beginnen met het eerste moment van de aflevering. En Arjan, wat gebeurde daar? En waar wil je naartoe? Nou, opdracht 1 of wil je naar het moment dat Comfort in beeld kwam? En dat Comfort is de... Ja, dat Laila afviel. Ja, Comfort. En, begin maar bij Comfort. Daar zag je wel werkelijk de emoties van Comfort, vond ik. Om dat wel even naar voren te brengen, dat Comfort gewoon echt wel een kandidaat is. Ze zat er echt wel mee dat Laila gewoon eruit ging. En dat eigenlijk Laila haar hielp om uit die auto te komen. Ja, want ze viel. Ja? Want ze viel eigenlijk. Viel Laila eigenlijk af. Doordat ze Comfort heeft geholpen. Ja, in principe wel. Ja. En ik denk dat Comfort ook wel extra informatie heeft. Waardoor ze als kandidaat misschien wel eens verder in het spel kan komen. Ja. Ze zit trouwens overigens op Toos. Tijdens de biechten. Oh. Ja, is wat naar. Ja, ik weet niet of je die biechten zo serieus kan nemen op wie ze verdenken bij de Mol België. Nee, want volgens mij zijn die biechten voordat ze de test maken. Ja, juist. Ik denk dat jij ook wel zoiets hebt bij een opdracht van je Toos weer verdacht. Bij die opdracht van je Ruben weer verdacht. En dan knippen ze dat en dan plakken ze dat gewoon erachter. Ja. Ja, en dan denk je heel snel dat ze op die zit, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Nee, klopt. Klopt. Dus ik weet het niet, als je kijkt waar Comfort de hele tijd zat... Wel de hele tijd in het groepje bij Toos, dus het zou zomaar kunnen. Als je zo bekijkt. Het zou wat zijn als Toos het toch is, hè? Tja, zou Toos dan toch slaan op Toos, hè? Oh ja, Toos, Toast of Toast. Ja, het valt wel op. Iedere aflevering zien we Toast. Klopt. Ja, volgens mij deze aflevering weer, hè? Ja, wederom. Ja, klopt. Weer brood. In de en had je ook in de gaten dat de kandidaten moesten beginnen gewoon zonder ontbijt. Huppakee, aan de slag. Ja. Oh ja. Ja. Wacht, hebben ze dus eigenlijk gewoon zonder ontbijt die hele opdracht moeten uitvoeren? Ja, ze werden wakker, koelkast leeg. Ja. En aan de slag jullie. Auto in en naar je opdracht. Als je het zo bekijkt. Jeetje. Heftig. Zou we honger hebben gehad toen ze klaar waren. Oh, ze hebben gewoon stiekem zo'n holdok hebben ze naar binnen geworpen. De Thomas zou dat vast wel hebben gedaan. Ja, als hij de sausjes ook even goed uitkiest. Die hij niet goed heeft uitgekozen. Ja. Dat is het verkeerde sausje, hè? Wat was daarna, Tim? Kan je me even meehelpen? Volgens mij na Comfort. Dan sprak iedereen even een klein stukje over hoe ze in het spel zitten. Of wie ze denken of wat dan ook. Wat was het?
Ja, volgens mij waren ze aan het kletsen over wat ze, of Comfort nog de mol zou kunnen zijn. Oh ja, dat was het. Daar waren ze een beetje over aan het kletsen. Nou ja, het merendeel zegt, je kan dat nooit afstrepen. En het andere deel zegt dan weer van, nou, ik denk niet dat zij het is. Ze heeft rood gehad en echte emoties en zo. Ja, oké. Okay, ja. En daarna vonden ze dus die lege koelkast ja. En de opdracht, hè? En daar even over. Toos en Lieselot waren als eerst in die kamer, hè, in de keuken. Mm-hmm. Nou ja, Lieselot is afgevallen. En Toos die opent als eerst de koelkast. Ja. Hij vindt als eerste envelop. Kan een beetje het als eerste een beetje voor zich houden nog, samen met Lieselot. Ja. Dan komen de andere kandidaten een beetje naar binnen lopen. En dan kan hij heel makkelijk kiezen in welk groepje die wil zitten. Want hij heeft namelijk immers de envelop gevonden. Ja. Alhoewel Thomas ineens wel een duidelijke mening heeft van, goh, ik wil bij de Holdogs. Ja. Ja, maar ik weet niet of het uitmaakt welke groep de mol zou komen, denk ik. Nou. Ja. De mol wil misschien wel blind zijn. Of de mol wil gewoon heel erg aan het... Maar de mol was altijd blind, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Maar ik denk dat het grappigste is dat de mol gaat zitten bij dat mayonaise en die ketchup en die barbecue. Ja, dat is leuk. Ik denk dat is het leukste voor aflevering 10. Kijk, ja. In die supermarkt was ook wel leuke beelden, maar dat was alleen omdat die vrouw van Toos eigenlijk een keer op de grond viel. En dat ze een paar keer haar stuurkunst liet zien hoe ze in de auto reed, weet je. Dat hoop ik niet voor Toos, maar in ieder geval, ze liet het even zien. Ja, dat is ook wel leuk. Dat was wel leuk. Dus dan denk ik, de mol zou liever denk ik aan de kant van de hotdog zitten. Zou ik als mol doen dan, hè? Ja, alhoewel je natuurlijk bij de supermarkt heb je ook nog die promo, hè. In, weet je, die hotdog opdracht was eigenlijk al wel weer een beetje, als ik dat een beetje mag zeggen, niet om de makers af te vallen of iets... Was die hotdog opdracht eigenlijk niet echt heel erg te doen? Door die morsecode bedoel je? Of door je dat je moet ook al in het begin wat je vrouw denkt of je partner denkt? Nou ja, met die hotdogs inderdaad. Weet je, je moet je partner of je vriend, weet ik veel, die moet jou leiden om een hotdog te maken en vervolgens goed ergens neer te hangen, waardoor er dan saus op die hotdog zou komen. Vervolgens die hotdog mee te nemen naar een persoon en hem daar neer te leggen. Dinant. Ja. Heb jij hem nou kunnen volgen met wat hij uitlegde? Ik was hem nou al kwijt en hoefde ik nog ineens die robot te zijn. Nee, ik bedoel zeg maar een beetje van... het is misschien die hotdog opdracht, die deelopdracht met de hotdogs... was misschien een beetje onmogelijk. Er is één broodje... Eentje, hè? Dus er eentje is er gelukt. Maar dan zeg je uiteindelijk best wel goed. Dus de mol die wil daar zitten, omdat het alleen maar beeldmateriaal kan zijn. Ja, en het sowieso dan al mislukt. Ja. En dan kan de mol even slim doen en het een keertje goed doen... en vervolgens gewoon op die tafel neerkwakken van ik heb er eentje goed gedaan. Ja. Dat weet Thomas. Ja. En in de supermarkt... En sowieso deze keer werd het meeste geld in de supermarkt ook verdiend. Ik denk, als mol ga je geen €400 verdienen als je het niet hoeft. Toos had dat heel makkelijk kunnen weggooien, Comfort ook. Ja. Ja. Maar ja, €400, dat is natuurlijk wel een beetje ook een molbedrag. Het is niet... Klopt. Nou ja, in de vergelijking met hoe makkelijk je het niet kon verdienen... had hij het ook gewoon te laat kunnen wegbrengen... en nog heel eventjes voor een laatste artikeltje kunnen gaan. En dan had hij niks verdiend. En dan denk ik, oké, dan had de mol gewoon makkelijk kunnen mollen. Ja, maar daarover, over het mollen bij de supermarkt, daar viel mij heel erg Lancelot op. Weet je? Die stoot het promoproduct met de cornflakes, stoot hij gewoon vol om. Net zoals hij dat deed bij het rode ei van Ruben. Ja, maar weet je jongens, dit is Lancelot, hè? Ik blijf zeggen, hè, toen ik dat filmpje zag van Gilles, die reist mee met de kandidaat, hè? Ja, ja. En dan laat hij blik zien van hoe de kandidaten leven. En dan zag je in de hotelkamer Lancelot zijn kamer. Koffer. En dan denk ik, ja, één grote bende gewoon op die kamer. Als ik het zo mag noemen, omdat hij zijn slippers kwijt was. Ja, hij is zo onhandig. Hij is gewoon zo. Want zelfs zijn vriendin die zei gelijk tegen hem, ja, je doet weer wild, hè. Dus hij is gewoon zo.
Hij is ja. zo. Dit is Lancelot. Wees welkom in de wereld van Lancelot. Gewoon een beetje klungelig. Ja, dat denk ik, ja. En het maakte me heerlijk verdacht naar die 5000 euro natuurlijk. Ja. Want ik zat te denken, waarom doet hij dit nou eigenlijk? Ik denk, ja, eigenlijk heeft hij 5000 euro gepakt. Hij moet wel weer een beetje verdacht zijn natuurlijk. Klopt. Als hij kandidaat is. Stel hij is mol, geniale actie. Ja. Ja. Dan voegt hij hem goed uit. Ja, vind ik ook. Een beetje een soort, hoe heet het? Een soort vergelijking met dat hij per ongeluk en heel klunzig dat rode ei omstoten van Ruben. Ja. Ja, ja. Het was ook heel per ongeluk, toch? Wat ik meer in Ruben zijn schulp blijf schuiven. Omdat Ruben die had ook wel, als ik mijn ei daar had zitten en ik wist dat ik zo dicht tegen Lancelot aan stond, waarom staat ik zo dicht tegen hem aan te knuffelen, wel? Ja. Dan denk ik ook, je lokt het wel een beetje uit dat Lancelot met zijn hand tegenaan komt, wel? Ja, klopt. En ook de reactie van Ruben daarna was ook een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje gespeeld of zo. Een beetje rare reactie hoe Ruben gaf. Maar ja, misschien is hij ook wel zo. Ja, maar ik vind Ruben sowieso deze serie, vind ik hem een beetje, ik weet niet, een beetje geacteerd gewoon eigenlijk. Dat hij een beetje alles een beetje acteert om het te acteren. Ja. Ja, Ruben is een beetje apart van de groep. En dus als die stellingen opbouwen, weet je wel. Dan toch maar er zand overheen gooien en proberen vast te zetten als anti-molactie. Maar dan werkt het eigenlijk toch totaal niet. Ja. Maar ja. Met de treinopdracht was dat, zeg maar. Toen gingen de kandidaten met de auto, dacht ik. Ja. En ja. Wat deed Lancelot daar die nat? Dat boekje? Ja. Toch? Ja. Had hij geschreven, ben ik de mol? Vraagteken. En dat was vol in beeld, toch? Ja. Ja. Nou, wat kunnen we daarover zeggen? Leuk grapje, Lancelot. Ja. Tenzij het geen grap is. Nou ja, er staat, ben ik de mol? Vraagteken. Er staat niet zozeer, ik ben de mol. Dus ja, weet je. Ja, en wat hier mooi aan is, dat las ergens volgens mij ook op de mollengroep, volgens mij bij Yannick. Die had hier iets gevonden over het liedje wat in die auto werd afgespeeld, hè? En dat die ging over Airplane. Ja, over Airplane, dat hij zei voor de Thomas van, kan je dit even afzetten, want die rouw ik niet zo van dat nummer. En dat ging over een Airplane, over dat nummer. Airplane. En dat verwijst weer naar de opdracht die in de andere groep wordt gespeeld met dat vliegtuig, hè? En dat wist hij nog niet op dat moment in die auto. En Thomas zit wederom in die auto waar dat liedje wordt afgespeeld. En hij zegt, kan je dit afzetten? Want ik hou niet zo van dit nummer. Ja, weet je ook van welk artiest dat is? Poeh, goede vraag. Moet je even op mijn pagina kijken? Daar heb ik een stukje uitgetypt eronder. Dat heeft in ieder geval Yannick uitgetypt. Ik heb het gekopieerd en geplakt en hem de credits gegeven. Want ik vond het wel heel goed gevonden, want ik heb het al nageluisterd. Ja. Want het is wederom iets met voorkennis. En Thomas die wordt elke keer in verband gebracht dat hij toch een voorkennis heeft over wat de anderen gaan doen in de proef. En dat zegt wel veel. Ja, hij heeft heel veel voorkennis ook. Ja, ja, ja. En je kan, het ook dubbel zien, hè. Kijk, wij hun doen het in die opdracht. En hij noemt het. Ja, dat is dubbel. Ook tweeling, Thomas. Die Twin Peaks. Kan ook zoiets. En dan komen we ook nog even bij. Dan komen we ook nog even bij een mooie tip theorie van jou, Arjan. En mijn stem begint lekker slecht te worden, jongens. Hebben we ook al. Ja, ja, heftig hoor. Even kijken. In het begin, in de allereerste aflevering, het eerste wat er gebeurde. Wat gebeurde er toen, Arjan, met dat bellen? Met dat bellen? Ja. Welkom bij de mol. Oh, hallo. En dan, welkom bij de mol. En dan, ja, hallo, zegt Thomas. Ja. Als hij de telefoon oppakt, je hoort twee keer de telefoon rinkelen. Wat ik ook al raar vond. Dat is wederom een verwijzing naar tweeling, twee keer. Oh ja. En dan loopt hij naar de telefoon toe. Kijkt hij eerst in de spiegel. Dan pakt hij de telefoon op, zegt hij hallo. En dan zegt hij, welkom bij de mol. En dan staat Thomas daar en gaat het beeld door. Ja. Waardoor je kan zeggen, hallo, welkom bij de mol. Ja, die vind ik heel sterk.
Die vind ik echt heel sterk. Kan ze ook gemonteerd zijn? Ja, klopt. Ja. Dat zou een heel mooi montagetrucje zijn hoor. Dat is, is geen probleem om dat te monteren zo. Maar, weet je. We hadden nog iets. Die voorkennis, Arjan. Want hij heeft het nu natuurlijk over de politie gehad. Maar waarover nog meer? Ja, dan verwijs ik echt even de credits eerst naar Yannick. Want van de Mollengroep, want die heeft het echt goed gevonden met zijn speurwerk. Ja. Maar ik begreep in aflevering 1 had je die opdracht met die lijn tussen de bergen. Ja, ja. Had Thomas het al van tevoren over evenwicht. Dus hij wist al dat de andere groep op een koord moest gaan wandelen om zijn evenwicht te kunnen bewaren. Daar had hij al voorkennis over wat er in de andere groep gebeurde. Ik geloof in aflevering 2. Wat was het uit mijn hoofd, joh? Goeie genade. Heeft hij in de kak gerold? En toen lag hij met zijn rug in de kak. En toen hadden hun rodeo. En toen moesten ze Ruben kak scheppen samen met Lieselot. En toen had hij dus ook een beetje voorkennis over wat de andere groep aan het doen was. Aflevering 3. Help even mee, Tim. En we zitten hier maar aan te kijken te lachen. Ik pak anders gewoon even je poster bij. Dat is toch veel makkelijker? Ja, dat is makkelijker. Daar staat het echt in omschreven. In aflevering 4, maar ik zit op mijn telefoon. Dus ik kan niet meekijken, anders moet ik jullie wegklikken. Ja, logisch. Ja, nou ja, de flikken, maar daar komen we zo meteen op. Mm-hmm. Ja, je hebt een poster voor met al die afleveringen. En ja, daar hier. Staat een inschrijving onder. Oh ja, wacht. Oh ja, hier, kijk. Even kijken, in aflevering 3 ligt hij in de stront. Oh, aflevering 2, wat was dat dan? Gaat het over het eerste object, het gert. Het gert. En dan gaat het over, dat is dan in de aflevering te zien met dat leger, zeg maar. Of nee, de bingo, of wat is dit nou? Dit is de bingo. Dus heb ik voor jullie een gert voorzien, dat is van de bingo. Ja, klopt, dan hebben hun die pak aan, weet je wel, met een gertpak. Dan in aflevering 3... oh ja, 4 is met de bingo, dat was het. Dan in aflevering 3, goeie bal Thomas, ik lig waarschijnlijk in de kak. En dan zijn zij aan het kak scheppen. Ja, en dan aflevering 5 nu. Zegt hij... oh ja, over de flikken toch? Nee, dat is straks. Oh nee, de muziek uitzetten of zo in de auto. Ja. Juist, en dat is dat stukje. Oh ja. Wat ik zei, dat die voorkennis heeft over wat hun in een vliegtuig gaan vliegen. Oh ja, 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 ja. En dat valt wel op, dat natuurlijk al opbouwend is, iedere aflevering. Ja, dat vind ik een, ja. Ik vind dat de sterkste hint die er tot nu toe rondgaat in de wereldje. Ja, de voorkennistheorie. Ik vind het eigenlijk meer een theorie, denk ik. En ik moet eerlijk zeggen, Yannick, die zal ik al een tijdje in de gaten houden met deze theorie. Hij is het echt al vanaf het begin af aan helemaal aan het opbouwen. En ik vind het echt knap. En ik denk dat hij waarschijnlijk met die politie in de promo, waarom ik daarmee kwam, is omdat je in aflevering 3 zei Thomas met Lieselot, Leila en met Lancelot in de auto, had hij het over dat de flikken voor de eerste keer langs reden. Ja. Dat hij die voor de eerste keer zag. En dat zei specifiek Thomas. Nou, kijk in de promo van aflevering 6. Zie je dat de witte auto wordt aangehouden waarschijnlijk. En volgens mij is dat de witte BMW van hun. En rijdt er nog iemand achter. Maar ja, wat het gaat zeggen weten we nog niet. Maar het is wel raar dat het wederom verwijst naar de flikken. Misschien een soort twist of zo. Ja, of wederom voorkennis die Thomas al had in aflevering 3. Dat hij iets met de flikken moet zeggen. Ja, want ik zag ook in die promo... zag ik dat er iemand ineens als chauffeur zat en die zei zo tegen de kandidaten, don't you recognize me? Ja. Dat vond ik ook heel raar. Ik zat te kijken wie het was, ik kon het niet zien. Nee. Ik krijg wel namen door en dan wordt er gezegd Matteo, maar ja, dat vind ik weer een beetje raar. Hè? Maar het zou wel leuk zijn. Wel direct aan hem. Maar waarom Matteo dan? Omdat hij een opdracht had. Want volgens mij was dat bij Ruben in de auto alleen dat elke kandidaat iemand anders krijgt. Oh. En je hebt natuurlijk nu 5 afvallers en 5 kandidaten nog in het spel. Misschien komen ze allemaal wel weer terug. Krijgen ze allemaal een nieuwe kans. Waarom Matteo natuurlijk? Omdat hij in zijn aflevering 1 natuurlijk ook moest doen dat hij het niet was, hè? Ja, ja, ja.
Klopt, het wel een leuke verwijzing is. Maar ik geloof niet zo dat Matteo teruggekomen, denk ik. Nee, want we hadden Matteo wel en Corny niet. Omdat hij BN'er is. BV'er is. Ja, ja, maar als hij dan nog erin had gezeten, wat dan? Ja. Dus dat denk ik niet. Nee. En het zou wel krom zijn, hè, tegenover de rest van de kandidaten. Ik denk dat we dit wel eens eerder hebben besproken. Ja. Ik zou het oneerlijk vinden als je dan nog in het spel zit en jij bent er tot daar gekomen. En hij komt erin terwijl hij de eerste aflevering er al uit kan. Klopt, dat is oneerlijk. Dat is heel oneerlijk. Ja. Ja, ik zou het niet leuk vinden in ieder geval als kandidaat. Nee. Ik vind het je wel natuurlijk, maar ik zou het wel raar vinden. En dan komt hij ineens weer terug in aflevering 6. Ja, heb je alles gemist? Hoe wil je die test doen? Ja. Dus je hebt ook weinig kans hoor, dat je denkt dat je er lang in blijft. Ja. Ja. Ja, opdracht 2 denk ik hè? Opdracht 2, ja. Wat gebeurde er? Oh ja, opdracht 2 was met het vliegtuig. Daar mag Dinant mee beginnen. Ik wou net zeggen, dat weet Dinant heel goed te vertellen. Ja, het groepje met de drone, die moest per tweetal moest iemand drone vliegen. Dus de ene die had een blinddoek op en kon niet zien, volgens mij. En de ander die moest, zeg maar, aanwijzingen geven wat hij moest doen. Ja, dus hoe die moest vliegen. En toen kregen ze tips, konden ze vrijspelen door iedere hindernis die ze deden. En zo konden ze 4 tips vrijspelen om bij je film te komen. Ah ja. En volgens mij kon je de 4e vrijspelen als je een volgorde had van de bochten stunt die het vliegtuig had gemaakt of zo. Ja, de bochten die ze maakten. Ja. Ja. Wat viel hier op, Arjan? Wat viel hier op? Ja, de hele opdracht, gewoon algemeen. Poeh. Dat viel mij op. Helemaal niks eigenlijk. Nee. Het was niet echt een opdracht dat ik heb kunnen zien wat een mol was of zo. Ik denk, ja. Nee. Ja. Zou je als mol sowieso gaan vliegen? Nee. Nee. Ik denk dat de mol op de grond is gebleven. Wat moet je als mol in het vliegtuig? Ja. Alhoewel Ruben daar wel verdacht was, want hij deed een slow roll, zeg maar, met vliegtuig. Dat is zeg maar zo, zeg maar, ja, heel lastig uit te leggen. Zeg maar rechtdoor vliegen en dan een soort twister maken, zeg maar. Een soort rondje. Oh, jij denkt dat hij de MOL daar heeft gevlogen. Nee, dat zeg ik niet. Dan komt hij. En een looping, weten jullie, dat is gewoon een looping, hè? Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon een groot rondje, zeg maar, achterstevoren, een soort koprol. Als Ruben die slow roll doet, zegt hij letterlijk, en weer een looping. Ja. Ja, wat dus geen looping was. Ja, maar Ruben omschreef het sowieso kloten. En ja, dat zag ook aan iedereen die Lancelot zei daar volgens mij ook. Klopt. Maar ik vond dit Ruben wel opvallend. Ruben zei gewoon eigenlijk niks. Maar ik vond het opvallend, want dit is echt geen looping, zeg maar. Die twister is echt geen looping. Dat is geen looping, jongens. Ik kan het zo raar vinden. Stel, je zou als mol in het vliegtuig hebben gezeten. Dan, stel, Ruben is de mol. Dan heb je invloed alleen op de eerste film en de rest heb je geen invloed. Ja. Dus dat je maar afwacht of het klaar komt. En daarom denk ik dat de mol op de grond is gebleven. Want daar heb je de invloed over wat er gebeurt tijdens de droomvliegen en wat er wordt geraden. Want je staat toch bij de keuze die wordt gemaakt. Uiteindelijk. Klopt. En daar kan je verwarring zaaien. En bij de films is er ook. En nu komt het. Daar vond ik Thomas de eerste keer echt eruit springen. Dat hij mij een beetje opviel. En vooral bij zijn thema met zijn film. Met de hoek. Hij vergat een heel belangrijk thema, jongens. Hij zei gewoon geen Peter Pan. Weet je wel? Hij zei gewoon niet dat die zin Peter was. Ik dacht gelijk toen ik dat stukje zag. Wist ik van hé, Peter Pan. Ja, dat dacht ik als eerste aan. Ja. En nou, als hij dat had gezegd, waren hun daar ook op gekomen. Ja. Dat was eigenlijk het belangrijkste en daar molde hij vol in beeld. Nou ken ik niet de film Hook, zo die heet, zeg maar. Hij heet zeg maar Haak in het Engels, heet die film. Ja, ik kon hem al wel. Maar als je Peter Pan kent, dan weet je ook echt wel dat er kapitein Haak in speelt. En dan kan je, als je die film hebt gezien, kan je er wel iets van een verbinding in leggen, denk ik. Ja. Zeker weten. Hetzelfde geldt voor Ghostbusters. Dat vond ik ook heel raar dat hij dat niet wist. Ja. Met actrice Sigourney. Ja, wat maakten ze nou van? Copycat? Ja, Copycat. Copycat, ja. Copycat. Sure, hoe kom je erop?
Ik heb Copycat nog nooit gezien. Ik heb Ghostbusters wel gezien. Ja, ik ook. Alhoewel, kijk, weet je, het merendeel van de mensen kent, denk ik, de naam sowieso wel. Mm-hmm. De film hoef je niet sowieso niet per se te hebben gezien, want je weet ongeveer toch wel wat Ghostbusters is als je het vertaalt naar het Nederlands. Ja. Toch? Ik weet niet of Dinant hem kent. Nou, nee, maar dat maakt verder niet uit. De naam wel? Ja. Ja, de naam wel. Maar ben eens eerlijk, bij de derde film, hoe stonden jullie met de mond open te kijken van oké, alle tips heb ik nou gezien, maar ik had dit nooit geraaien. Welke film was dat ook alweer? Maria. Marina. Was dat waar Matteo? Oh ja, Marina. Marina. Nou, als je het mij had gevraagd, had ik daar gestaan met een blackout. Maar het is een Belgische film, hè? Dat is een Vlaamse tv. Ja, het bleek dat, wat Dinant net zei, dat Matteo daarin meedeed. Ja, nou, ik had nog niet gegaan hoor. Echt niet, ik wist het niet. Maar het is ook raar dat er een film bij zat waar ja, een van de 10 kandidaten dan inspeelde. Ja. Ze zullen vast wel een backup hebben gehad als hij er nog wel in had gezeten, maar ik vond het wel raar. Ja, maar het is een Vlaamse film, hè? Ja, ja, ik denk dat er wel een andere dan werd uitgezonden, als Matteo nog in zat. Ja, maar omdat jullie hem bijvoorbeeld ook niet kennen, net, ik ken hem ook niet, maar het is dus een Vlaamse film, dus dan blijkbaar is die in Vlaanderen is die heel bekend. Ja, zeer bekend, ja, ik ken hem echt niet. Nee. Ik zat echt voor de televisie, ik denk oké, als ik 5 tippen had gehad, misschien nog wel 6, dan had ik er nog zo bestaan, van ik, ja, sorry hoor. Sorry. Wat is dit? Ja, wat is dit? Nou ja, de Vlaamse films. Mijn stem klinkt ook steeds beter. Ja, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ja, naar de rand komen de verdenkingen een beetje, denk ik al. In plaats van cornflakes hebben we nu niks meer in de aanbieding. Nee. Volgens mij heb ik de verdenkingen heb ik even een beetje opgeschreven. Zo, het is ineens wit hier op mijn beeldscherm. De resultaten zijn als volgt. Lieselot zat op Lancelot, Thomas en Ruben. Of nou ja, ze noemde dus zeg maar op wat zij verdacht vond aan die drie in de montage. Mm-hmm. Ruben, weten we niet. Okay. Hij vond een beetje alles verdacht. Weten we niet echt van een concreet iemand. Jawel, jawel, we weten het. Saus. Saus, hij verdenkt Saus. Nou, zei niet ook maar. Mijn hoofd is saus. Sorry jongens. Ga door. Nee, maar wat ik wel verdacht vind, Ruben zit tot dusver elke aflevering op de afvaller. Deels. Is dat zo? Ja. In aflevering 1 zat hij op Matteo. Op aflevering 2 zat hij op Samia. Op aflevering 3 zat hij op Corny. En nu in aflevering 4. Komt voor Leila. Zat hij op Leila volgens mij, ja. Vooral Leila. Ik heb het hier ook nog staan. Leila. Maar welke vergelijking is het dan met Comfort en Saus? Ja, geen idee. Dat was het één grote saus in zijn hoofd. Ja, weet je, je hebt genoeg saus, dus. Comfort stond niet bij het saus, dus dat kon het ook niet zijn. Misschien gaan ze samen wel de hot tub in. Zo. Thomas. Thomas zat op Lieselot. Vraag me niet waarom hij op Lieselot zat, die afvals. Maar weet je, hij is gewoon de mol misschien wel. Hè. En nog in het spel zit. Precies. Lancelot zit op Ruben. Comfort zit op Toos. Mhm. En Toos zit op Lancelot. Dus wat hebben we aan deze verdenkingen? Niet veel. Nee. Nee. Dus ja. Eigenlijk, ja. Ik had ook nog even een leuke theorie over Toos. Oh. De toast. Een andere. En de toast. Of is de toast-theorie of is het een andere theorie? Het is de toast en de toast-theorie. Oh, die is goed. Ik ga ervoor zitten. Jongens, ga ervoor zitten. Dit is de beste theorie die gaande gaat. Nou, we zien namelijk elke aflevering de toast en de toast terugkomen. Ongeveer, hè? Elke keer ergens een keertje. Maar in Café de Mol valt het op dat ze bij elk shot waar dit te zien is,
erboven hebben staan, zeg maar rechts in links in beeld. Spiegelbeeld, ja, nou ja, links in beeld dus. Welke aflevering het shot te zien is? Nou, dat hebben jullie denk ik ook gezien, toch? Aha. Is dat aflevering 1, aflevering 2? Het viel op dat ze voor de aflevering de shots uit aflevering 1 tot en met 4 laten zien. En dan na de aflevering die uit aflevering 5, die we daarna hebben gezien, zeg maar. Wat als Toast in de finale zit? Dan hebben ze nog meer van dit soort shots vooraf gemaakt. En dus misschien alles in één soort video. Dus elk shot van de Toast, Toast en Toast ook uit de aankomende afleveringen. Als dit iets is wat terug gaat komen, dan kan het zomaar zijn dat Toast de finale haalt. Want stel je voor, Toast is de mol. Kim. Ja. Dus stel, Toast is de mol. Oh. En nu word ik helemaal zenuwachtig. Hallo. Nu is Kim ik ben ook heel eng. Nu word ik echt helemaal zenuwachtig. Ga gewoon door. Dus stel, Toast haalt dan de finale. Dan hebben ze zeg maar één video lang met aflevering 1 tot en met aflevering 8. Volgens mij zijn er 8 afleveringen. Hebben ze dus zeg maar elk shot per aflevering hebben ze al vooraf gemaakt. Zodat ze die ook konden laten zien in Café de Mol. Het is een lastige theorie. En misschien een beetje te lastig. Je was hem ook wel kwijt, hoor. Ja, ik snap hem. Ik heb de helft van deze theorie gehoord. Begin maar eens opnieuw, Tim. Opnieuw? Nee, ik hoor hem wel in de podcast. Ja. Ja, maar... Wat vind je zelf van die theorie, Tim? Laat het zo uitruiden. Mijn creatieve mind stond op exploding, dus weet je wel. Maar ik vind het wel opvallend dat ze dat ook in Café de Mol laat zien. Klopt. Alhoewel het wel België is en ze gewoon kijkcijfers willen. Ja. Zoals die Manu ook zei in Café de Mol. Ja. Ja. Ik denk dat ze het leuk vinden en ze spelen erop in de makers. Daarom laten ze Toast zien in beeld. Klopt. En Toast. Ja, vinden ze gewoon leuk. En Toast. En Toast. Nee. Nee, ik denk niet dat we er te veel achter moeten zoeken, jongens. Toast, 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 Toast. Weet je wel? Misschien moeten we een nummer maken over Toast, de Toast. Mag jij doen? Dat is zo goed. Doe jij maar. Met mijn leuke stem nu. Ja. Kim, heb jij nog iets toe te voegen aan deze aflevering? Want wij hebben de hele aflevering besproken. Nou, zou ik even wat grappigs laten zien. Kijk, ik heb hier zo mijn laptop achter me. We moeten wel even meewerken. Kijk, het gaat heel snel. Nee hoor, want ik heb een muis. Kijk, dit is het parcours. Ja. Dit is mijn PowerPoint presentatie. Dit is het parcours. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Maar ja, iedereen kent het parcours natuurlijk wel van de vliegopdracht. Ja. En als je een beetje kijkt op de manier hoe ze gevlogen hebben... heb ik de meest logische weg uitgekozen, in ieder geval opgeschreven. En Lancelot maakt deze hele vliegreis, om het zo maar even te zeggen. En wat schrijf je dan? Nee. Hij is wel leuk. Hij is wel leuk, want het klopt wel. Ja. Kim, wat doe je ons aan? Ze zit gewoon in een tunnel. En zo meteen is het nog de goeie ook. Het zou wel echt zoiets zijn van, ja, maar ik heb gewoon mol gevlogen voor de finale. Ik vind het wel weer leuk gedacht. Vind ik ook van deze, ik weet niet waar die staat. Oh ja, die moet je ook doen mensen, de moltest vragen. Heb ik nog niet gedaan, slecht. Dit is promotie. Dat mag ik. Nee, deze. Ja. Hij schrijft, ja. Ben ik de mol? Ja. Nu zie je dat er niet heel veel in zijn boekje staat. Want klopt. Vaak als je schrijft zie je nog wel iets van pen aan de andere kant. Dus zijn molboekje is verdacht leeg. Ja. En het zou natuurlijk heel gaaf zijn dat op de volgende bladzijde staat... Ja, ik ben de mol. En dat zou ook echt zo'n ontknopingsmomentje zijn. Maar wat als dat gewoon een bladzijde is die hij heeft omgeslagen... en dat daar dan onder, dat daar gewoon allemaal aantekeningen staan... om de kijkers gewoon een beetje te foppen... Maar dan aan de andere kant staat ook helemaal niks. En dat kan je zien? Ja, hier kan je één bladzijde eronder zien.
En ik weet niet hoe jij schrijft, maar ik laat niet zulke stukken aan het eind van mijn bladzijde over. Dat is wel waar, ja. Ik schrijf altijd, maar probeer altijd wel een pagina vol te schrijven. Oh. Nee. Kim, je maakt het ons weer zo lastig. Ja. We hadden het net nog over Lancelot. Ja, dat hij het sowieso dat hij het niet was. Nee, hij is sowieso verdacht, deze aflevering. Ja. Maar ja, dat ik denk, hij is nu expres verdacht, denk ik, omdat hij die 5000 tape gepakt in die vorige aflevering, wat ik net zei in de podcast. Dat hij nou zoiets heeft van, ik moet weer even verdacht doen, want anders lig ik wel weer in de groep als een echte kandidaat natuurlijk. Mm-hmm. Dat is hoe ik het een beetje zie, dat Lancelot nu in één keer weer verdacht doet. Maar ja, ik kan hem ook niet skippen. Dus dat zegt wel iets in mijn hoofd van, toch in de gaten houden. Ik maak altijd rond de Wies de Motheid een beetje mijn eigen woorden op. Ik vind het een beetje de net niet kandidaat. Dus je doet keihard je best, je probeert veel geld te verdienen. En dat is dan vooral in de opdracht met de winkel. 1600 euro kon hij verdienen, maar hij gooit het allemaal weer weg, waardoor het niet in de pot komt. Dus je lijkt heel erg kandidaat, maar uiteindelijk win je echt helemaal niks. Nee, klopt. Ja, en wat ik de beste tip vind aan Lancelot is toch echt wel vorige week hoor, in die krant. Met de naam van Gilles, dat de twee L'en ontbreken, dat slaat nu dus alleen nog maar op Lancelot bij mensen. Ja. Dus dat is wel een hele goeie ook, hè. Niet alleen die van Thomas is goed, weet je wel, die we net verspraken van voorkennis. Ik vind die van Lancelot deze ook echt wel een tip die de België kan gebruiken. Klopt. Net zoals dat hij gewoon heel nonchalant het promo-artikel omloopt. Ja. De cornflakes. Ja. Net zoals het rode ei. En lekker als je ging eten. Tijdverspilling. Oh ja. Ja, ook dat. Maar dan duiken we nog heel even een andere tunnel in, want het schiet me net iets te binnen, jongens. Ruben zegt namelijk, zodra de garage van het stuntvliegtuig open gaat, zegt hij supergraaf. Wat? Supergraaf. Wat wil je hiermee zeggen? Graven in graven van onze mol. Nee, en dan? Wil je de podcast afsluiten of zo? Dan had je dat ook gewoon mogen zeggen hoor. Als je nou nog een hint naar Ruben wil, dan kan je beter zeggen tijdens de executie, of tijdens de biecht in de test, zegt hij dat hij niks meer weet en dat hij saus in zijn hoofd heeft. Maar tijdens de tweede opdracht kreeg hij saus tegen zijn hoofd. Lekker mosterd. Ja. Dat zou een betere vergelijking zijn. Ja, daar hadden we het inderdaad over net. Hebben jullie de laatste hint nog gezien van mij? Van Toos. Ik zit totaal niet in de Toos-tunnel hoor, maar ik zat een stukje bij YouTube te kijken. En dan zag je niet, wat niet op tv is, zag je een stukje dat Toos een afspraak met Comfort maakte. Over als Comfort niet ging, dan, Toos won, of wie was het? Die andere, Ruben. Als die wonnen, dan betaalden ze voor Comfort een stuntvlieg, zodat ze toch nog een keer kon stuntvliegen. Nou, dat was goed. Ja. Toen maakte hij een afspraak met een MOL-gebaar. Ja. Ja, is leuk. Is een leuke. Dat is wel grappig. Jammer dat het in de aflevering zit. Ja, dat is het echt Lancelot, Kim? Is het echt Lancelot? Of Toos. Maar ja, het is leuk om Toos. Iedereen die op Toos zit, heerlijke hint voor jullie natuurlijk, hè? Tuurlijk, zeker. Ik zit echt niet op Toos, maar sorry. Wie vind je wel verdacht? Hè? Wie vind je wel verdacht? Thomas en Ruben is een beetje omhoog geklommen. Omdat ik Ruben gewoon, doordat hij in het vliegtuig zat, hij gaf daar een beetje de rare informatie. Hij zat, hij is een beetje mysterieus. Ik ken hem niet echt plaatsen gewoon. Ja. Weet je, een vervelend manneke. Toch lijkt het wel alsof als Ruben heel veel praat. Hij zegt heel veel, maar je hoort het geluid niet. Ja. Dat vind ik vooral raar bij dat stukje. Nou ja. Ja. Jongens, ik denk dat het Toos, Lanslot, ik denk dat Thomas de Mol is. Maar ik denk dat Thomas de Mol is, ja. Ik denk dat het iedereen kan zijn, behalve Commie. Dat denk ik dus ook. Ah. Nee, maar we hebben ook dan nog maar 4 mogelijke kandidaten. Ja, weet ik. Ik denk echt Thomas, ook omdat je in de promo zag je nog een opdracht met de volgende proef. Zag je op een school, hè. Dat is natuurlijk ook wel weer een leuke verwijzing naar de beroep van onze Thomas, hè. Ja. Oh ja, school, aardrijkskunde docent, toch? Ja. Niet biologie, hè, Tim? Nee.
Ik durf dat niet meer te zeggen, jongens. Ja, en ik vind ook... Thomas is best wel op leeftijd en nog steeds in het spel. Dat vind ik ook altijd verdacht, hè. Noem je hem oud? Kandidaten zijn... Nou, hij is al wel op leeftijd natuurlijk, hè. Nee. Hij is ouder dan een Ruben bijvoorbeeld en dan een Toos. Ja, 45. Ja, 47 geloof ik. 42. Ja. Weet je? Hij komt uit 1980. Weet ik, Arjan. Ik probeerde een grapje te maken, maar het is niet heel leuk. Oh. Nee, maakt niet uit. Volgens mij snapte niemand ook de grap. Nee. Nee, ik snap het niet. Oké. Snapte jij maar. Zielig. Ja. Dus, wat gaan jullie halen bij jullie volgende boodschappen? Ik denk geen opengescheurde chipzak. Hummus. En Dinant, want Dinant is natuurlijk weer heel veel aan het woord deze podcast. Maar dat vond ik wel weer een geniaal stukje trouwens, hè, dat Kim net zei, hè? Wat Lancelot AD, hè? Stel het is aflevering 10. Heerlijk om te zien natuurlijk, hè, dat de mol even een chipje pakt uit de zak, hè? Ja. Ja. Ik had op dat moment ook echt zin in tortilla chipjes opeens. Maar Dinant, je bent nog steeds niet veel aan het woord. Ja, sorry. Ja, dan gaan Arjan en Kim profiteren. Hartstikke gezellig. Sorry, wat was nou je vraag? Mijn vraag? Ja. Nou, zullen we dan maar naar het finale antwoord gaan? Ja. Wie is totaal niet de mol? Comfort. Arjan zegt ook comfort. En Kim? Willen we iemand anders kiezen dan Comfort? Want volgens mij is iedereen ermee eens dat het Comfort niet is. Klopt. Ik moet even een andere naam noemen, mensen. Oké, die naam. Lancelot. Lancelot? Ja. Zo, dat is een gewaagd hoor. Ik ook Lancelot. En dan zie je zo meteen dat het wel Lancelot is. Dat is, ja. Lancelot is de mol. Lancelot is de mol. Lancelot is de mol. Lancelot is de mol. Hoe vaak? 11.000 keer? Nee, ik spreek het niet af deze keer. Waarom niet, Arjan? Nee, maar nu is het maar de helft. Ja, maar dat doe ik echt niet. Mogen jullie deze keer doen? Nou, nu is het maar 11.000 keer, hè? Ja. Nee, maar ik denk dat het deze keer wel goed zit. Het is Thomas. Ja. Maar wie is het niet dan? Mooi zijn als je in, wie is het niet? Dat is zeker Comfort. Ik denk Lancelot ook niet. En ik denk Ruben, begin ik... Ja... Ik wil hem skippen omdat ik gewoon... Ik denk, hij is zo. Hij is gewoon wie die is in het spel. Hij is... daarom denk ik, hij is het niet. Lennart is te snel nog een keer mol geweest, wat Dinant ook al zei. Dat gaan de makers niet nog een keer doen om een Ruben te kiezen, denk ik. En daarom denk ik dat Thomas nu wel een ideale molkandidaat is. Gewoon om wie die is, zijn leeftijd, hoe die is in het spel, zijn gebaren... wat hij zegt, hij was ook heel opvallend deze keer met die actie, met die omschrijving van die film. Hij vergat gewoon iets heel opvallends, wat ik denk, ja, dit doet de mol. En dat, daarom denk ik dat Thomas de Mol wel echt kan zijn. Ja. En dan even om Lancelot minder verdacht te maken. Weet je nog dat Lancelot samen met Lieselot afsprak om geen pasvraag te pakken? Ja. Ja. Daardoor kwam er wel 5.000 euro in de pot. Ja. Ik kies dat Thomas niet de mol is. Ja, echt? Ja, ik weet niet. Hij is te emotioneel. Hij ligt te goed in de groep. Ook op het moment dat Connie, dat is een andere, naar huis moet, baalde hij enorm. Hij zit er vaak gestrest tijdens de eliminatie. Ik denk niet dat je zo als mol zoveel emotie, zeg maar, kan hebben, zeg maar. Daarom vind ik Lancelot weer heel erg sterk. Hij heeft gewoon geen emotie tijdens de eliminatie, wat dan ook. Dat is wel zo, ja. Dat is zeker zo. Het is gewoon een muur. Dat is natuurlijk top als een mol. Aangezien we, ik blijf steeds naar Philip wijzen van vorig jaar. Dat gaan ze willen ze niet, echt nog niet nog een keer. Nee. Ik denk, die muur is Lancelot wel, denk ik, omdat hij vastgoedmakelaar is. Dat is natuurlijk ook wel een beroep waar je zoiets moet kunnen. En daarom denk ik dat Lancelot dat wel heel erg goed kent, omdat hij zo'n kandidaat is. En dat hij rommelig is, ja, is hij ook. Hij kijkt naar zijn kamer, hij is gewoon Lancelot wie hij is. En daarom denk ik, Lancelot vind ik heel verdacht.
Want ik snap heel goed dat je erop kan zitten. Maar ik denk toch dat de makers daar niet voor kiezen. Omdat Lancelot is gewoon zo wie hij is. En daarom denk ik, Thomas of Toos zou dan nog een betere keuze zijn. Ja, Toos zou het ook wel heel goed kunnen zijn, ja. Ik vind het lastig. Toos vind ik gevaarlijk. Maar ik vind het weer moeilijk, ja. Het is lastig, want weet je, Lancelot zou een hele goede mol zijn. Stel hij is ja, de mol. Ja, 5000 euro. Die maar heeft die... mij laten twijfelen, hoor. Nou ja, dat daar heb ik dus ook. Als hij een goede mol was, Kim, ben je met me eens, hè? Mm-hmm. Had hij daar die pasvraag opgelift. Ja. Ja, dat maar, is waar. Maar je moet wel een beetje je geld verdienen als mol. Ik denk dat je als mol juist bij het merendeel van de groep wilt zitten. Dat ook. Ja. Dus ja, dan zit je wel weer aan Toos te denken. Ik vind 5000 euro gewoon veel met de voorkennis dat de mol alleen had. Want het bedrag was niet genoemd. Dus de mol wist niet dat alleen de mol wist dat er 5000 euro kon verdiend worden als het niet ontplofte. Klopt. Dan vind maar... ik het echt heel veel als je daar staat als mol zijnde. Je hebt je bij die pasvragen neergezet. Stel, hij is de mol. Hij heeft het verkeerde gepakt. Dan is je opdracht gelukt. Want hij zit boven de grond. Dan heeft hij de tweede keuze. De lift gaat naar beneden. Is hij afhankelijk van de kandidaat of ze tegengehouden worden of niet. Ja. Ook dat is gelukt. Ja. Nou, dan heb je de volgende opdracht. Alleen maar de pasvraag omhoog te liften. Je doet het niet als mol. Dat is raar. Maar hij zou ook misschien te veel risico genomen hebben in die opdracht. Want als die lift wel gestopt zou zijn, heb je sowieso geld verdiend. Ja. Ja. Daar moesten ze even over denken. Nee, ja. Ja, daar heb je wel weer een punt. Ja, ja, ja. Weet je, ik kan Lancelot, zoals jij zei, Kim, een net niet-kandidaat. Mm-hmm. Het is gewoon, hij is echt... Ja, ja. Je kan hem niet afstrepen. Je kan hem niet afstrepen, maar je kan hem wel afstrepen. Ja. Ja, je kan hem verdenken, maar je kan hem ook weer niet verdenken. Ja, dat zeg maar. Maar dat heb ik dus ook bij Toos. Ja, want ja daarom blijf ik die twee gewoon goed in de gaten houden. Ik vond Lancelot de eerste paar afleveringen verdachtig als dat hij nu is. Ja. Ja. Hij zit zelf, in het begin zat hij echt op de juiste posities waar een mol hoort te zitten. En nu begint hij steeds iets meer af te wijken. En hij begint andere acties te maken. Waardoor ik denk, ja, Lancelot, jij bent de mol niet. Klopt. Maar dat snapt, heb ik ook bij Toos. Dat heb ik ook bij Toos. Weet je, Toos die gaat dan samen met Lieselot, kiest hij ervoor om geen vrijstelling te pakken. Maar even serieus, als je een vrijstelling had gepakt, was er nog 3000 euro extra in de pot gegaan. Ja. En dat is weer mijn puntje waarvan ik denk van, goh, Toos kan zeker wel een goede mol zijn. Ja. Maar dan denk ik weer aan aflevering 1, want waarom zou de mol het risico willen nemen om er een aflevering uit te liggen? Dat zou de mol en de productie, denk ik, een stokje voor steken. Maar dat kan natuurlijk wel zo zijn gedaan om de mol daar al minder verdacht te laten maken. Ja. Klopt, alleen er zijn wel twee opdrachten. Nou ja, twee opdrachten. Ja, eigenlijk mist dan de mol eigenlijk de eerste opdracht ook al. Want de kandidaten in de twee groepjes, in de twee teams, die konden uiteindelijk ervoor zorgen dat er geld werd verdiend. Ja. Toos die ging alleen maar voor een vrijstelling. Ja, leuk, maar vrijstelling. Toos is ook een net niet kandidaat. Ja. Ja, en daarom denk ik, mensen, Thomas is het. Want als je kijkt waar Thomas elke keer gaat nadenken, kunnen we hem ergens op betrappen? Nee. En hij heeft het minste geld van ons allemaal verdiend. Ook dat nog, hè? Vallende money is meestal in België wel iets anders dan Nederland. En hij staat toch echt onderaan. En nog geen 1000 euro, hè? Ik geloof 843 euro heeft hij verdiend. Ja, dat is toch weinig geld. Klopt, dat is heel weinig. Klopt. Want de pot staat nu op. Iets in een 16,5 of zo. Ja. Het is wel weinig voor België. Ja. Ja. Ik heb toch altijd nog trust issues met Follow the Money. Dus ik kijk er wel met een schuine oog naar altijd. Ja, want in Nederland heb je het bijvoorbeeld... Vorig seizoen had je dat Jurre gewoon het minst had verdiend. Ja, daarom. Weet je wel. En dat jaar daarvoor was het ineens niet de mol die het minst had verdiend, volgens mij. Of was dat wel zo? Nou ja, Merel had het meest geld verdiend. Zoiets was het. Ja, ik vind het een mooi seizoen als ik nou al kijk hoe de verdenkingen uiteenspatten. Iedereen kan het zijn zoals dat Kim het zegt. Zou ik het oneerlijk vinden als commie het zou zijn. Dus die zou ik als enige wel echt willen wegstrepen.
Ja. Voor de mensen die er wel op zitten. Ja, echt. Ik hoop dat de makers het niet hebben gedaan. Maar even een SO. Dat ik Commie niet als mol wil zien. Maar gewoon omdat rood is rood, mensen. Ja. Even een SO naar, even een SO naar Giovanni.haak. Vind ik Commie verdacht? Hoe zouden jullie het nou echt vinden? Stel, Commie is wel de mol. Maar Commie heeft rood gehad. Hoe zouden jullie het seizoen terugkijken? Ja. Ik voel me dan echt genaaid. Ja, dan is het eigenlijk... Dan is het eigenlijk Philippe 2.0, alleen dan zonder weglopen. Ja. Mm-hmm. Niet dat ja, en, en dan leggen ze het uit, omdat de mol rood heeft gehad vorig jaar in aflevering 4, gaat de mol nu ook rood krijgen, alleen de mol die blijft. Ja. Ja. Nou, als ze dat doen... Ja. Nee. Ja. Dan moet ik echt een pauze nemen van de mol. Echt een lange pauze. Dan noemen we die aflevering Back to the Future. Ja. Oh ja. Ja, daarom Back to the Future, omdat toen de mol ook de test invulde, maar toen viel hij af. Nu heeft de mol ook een test ingevuld. Oh, alleen viel dat niet af. Nee, dat is het niet. Jongens, dat is het niet. Ik hoop het niet. Nee, het is niet zo. Alhoewel we in de Café de Mol bekendmaking van de kandidatencomfort allemaal best wel verdacht vonden. Ja, en weet je wat ik nog wel hoop dat ze gaan doen dit seizoen? Ik mis nog de echte... spanning in de opdracht. Dus hoe bedoel ik het? Een lekkere bom onder de tafel of zo, weet je wel. Die hadden... En laat ze elkaar maar discussies met elkaar uitvoeren daar. Oh, ja. Ja, ik mis dat nog echt. De echte groepsopdracht mis ik nog. Ja, klopt. Ze zijn nu vooral in groepjes aan het werk. Ja. We hebben wel de knop gehad. De knop was natuurlijk ook wel een soort fight onderling. Wat mij wel opvalt, hè, Arjan. Mm-hmm. Jij had het over... Nou ja, ik zei net over die groepjes en zo. Dat is altijd in twee groepjes. Of in twee duo's, zeg maar. Of in een duo met twee. Dat zijn altijd helemaal allemaal twee. Ja. En twee pasvragen, twee vrijstellingen. Wederom twee pasvragen. Twin Peaks. Dus elke keer op twee. Tweede tweeling. En dat was met Thomas in het seizoen 2017. Was dat ook een verwijzing naar Thomas, hè? Ja. Is Thomas tweeling? Thomas Kammert? Nee, ja. Thomas verwijst naar tweeling. Thomas, de betekenis, de naam Thomas verwijst naar een tweeling. Oh, grappig. Dus ja, daarom is zien alles met twee dat terugkomt. Je hebt twee groepen, je hebt twee dit, je hebt twee vrijstellingen, je hebt twee pasvragen. Het is elke keer iets met twee terug te kijken. En dan heb je spiegelbeeld al een paar keer gezien. Je hebt Thomas in spiegelbeeld gezien een paar keer, wat ook weer kan verwijzen. Dus het zou zomaar iets kunnen zijn. Wat naar Thomas verwijst. Alhoewel ik ook wel heel erg benieuwd ben naar hoe de rest van het molboekje van Lancelot eruit ziet. Ja, ik ook. Want dat kan ook net zo goed leeg zijn. Ja, ik zag wel in het begin van de aflevering Lancelot die doet met schema's werken. Dus hij zet kruisjes in vakjes. Oh. En dat zag ik volgens mij Lancelot doen in het begin toen hij zijn molboekje een keer openklapte. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel een goede tactiek van een manager, zeg maar. Ja. Schemaatjes maken, weet je wel. Dus van zo'n vastgoedmakelaar. Dus ik denk toch wel dat het een kandidaat is als je dat zo vergelijkt met hoe die het doet. Het kan ook gewoon een shot zijn die gewoon even random heeft gefilmd met de productie. Ja. Ja. Maar ja, dat is de mogelijkheid van iedereen kan de mol zijn. Of om te onthouden op welke plek hij zelf heeft gezeten in de opdrachten. Ja, goeie. Goeie. Nou, dan gaan we naar het finale antwoord. Kim. Ja. Wie is de mol? Of hoe heet de mol? Hoe heet de mol? De mol heet... of Toos, of Lancelot. Eentje. Ja, dat is moeilijk, joh. Eentje. En een ijsplitsing. Ik kan geen keuze maken. Kies er eentje op dit moment. Nee, ik kan geen keuze maken. Is het een tweeling? Ik vind allebei zo leuk. Is het een tweeling? Ja. Oh ja, oké. Arjan, wie is de mol? Ik zou Toos een hele gave mol vinden. Maar ik zet toch in op Thomas. En... Dat ik het wel goed zeg. Ja, Toos of Thomas, maar vooral Thomas eigenlijk. Ja, Thomas is gewoon omdat ik hem ook al vanaf het begin af aan verdenk. Dus denk ik ook dat ik een beetje moet oppassen. Dat is toch wel de welbekende tunnelvisie.
Maar ja, ik moet wel zeggen, ik ben gelukkig niet de enige die in deze tunnel kijkt. Met mij kijken er best wel veel vanuit de Thomas-tunnel. Dus het wordt steeds meer bevestigd. Laten we een keer in de goede tunnel zitten. Ik hoop het voor ons. Voor ons. Ik zit ook wel meer een deel op Ruben, dus op zich. Jij komt vanuit de Ruben-tunnel. Ben je heel even in de Thomas-tunnel komen kijken, hè? Ah, kijk, weet je... Zag de dingen, ik heb jou een koffie gegeven. Arjan, kijk, de dingen die ik post op mijn Insta, die zijn niet puur omdat ik diegene verdenk, hè? Nee, maar je bent wel even op visite geweest. Even komen kijken. Nou ja, ik verdenk Thomas ook nog steeds. Maar het ding is, kijk, mijn posts op Insta, ik post gewoon dingen die ik verdacht vind, gewoon alles. Maakt niet uit over welke kandidaat, welke niet. Ja. Het is niet zozeer dat ik post omdat ik dan diegene heel erg verdacht vind, zeg maar. Nee, maar af en toe ga ik ook even bij de Lancelot-tunnel op visite. Om even te kijken, weet je wel. Ja, even te kijken, maar dan denk ik, ja, die 5000 euro en dan ga ik toch weer terug. Oh, zo, en dan denk ik, ja, het is toch te gezellig. Ja. Nee, het is echt een hint. Weet je waarom ik in de Thomas-tunnel zit, mensen, is de voorkennis. De voorkennistheorie vind ik te sterk om overheen te kijken. Ja, snap ik. Maar bij Tozo. Hm? Bij Tozo heb je nou ook vorige aflevering voorkennis had hij. Met schijnwerper. Maar dat is één keer, hè? Is dat één keer? Ja, maar... Volgens mij heeft Tozo al meerdere van dit soort dingetjes gehad. Ik vind die van Thomas heel erg opbouwend gevaarlijk. Hij is nu iedere aflevering teruggekomen op de mollengroep gevonden, geloof ik, Kim. Door Yannick. En hij bouwt telkens meer op. En er komt telkens meer bij wat je echt kan terugvinden. Wat ik echt denk van, oké, Thomas, dit kon jij niet weten. Nee, klopt. Dat vind ik wel echt verdacht worden. Ook een liedje nu. Ik weet niet of je het laatst hebt gevonden. Een liedje. Dat ging in de auto, dat ze naar de opdracht van die vliegtuigen toe gingen, die ene groep. Toen werd er een liedje in Thomas' zijn auto gespeeld en het ging over een airplane. Toen zei Thomas tegen Lieselot, kan je dit afzetten? Ja. Want ik hou niet zo van dit nummer. Nou precies, die andere groep gaat naar een vliegtuigopdracht. Ja, klopt, maar dat... soort dingetjes. Ja. En het is telkens die Thomas die wat zegt, net als met die, wat ik nou weer had gezien dan. Dat was met die politieauto. Ik dacht in een keer, wacht even, hij had het over die flikken in aflevering 3. Dat die langsreden voor de eerste keer. En nou worden ze binnenkort aangehouden door de flikken. Nou, dat soort dingen doet Thomas. En ja, logisch. Ik vind het echt verdacht hoor. Ik snap waarom die ook verdacht kan zijn. Ja. Volgens mij wat Tim had het kan. Oh, sorry? Ja? Ik wil eigenlijk aan Dinald vragen wie zijn mol was. Ik zit ook een beetje ook naar Ruben te kijken, want hij valt zeg maar niet heel erg op of zo. Maar ik vind, nu zou ik toch zeggen Thomas. Toch Thomas. We kunnen één ding concluderen, de molse man. Ja. Ja, dat is al duidelijk. Ja. En de verdeling is net zo... En bij ons in de procast, wat ik nou merk, is net zo de verdeling als in het echt. Klopt. Dat wordt ook, de verdeling is 20% geloof ik onder iedereen, hè? Ja. Die staat er bovenaan, Ruben geloof ik? Ruben, ja, met 23%. En de rest staat 21%. En de rest 20% en Combi staat 17%. Ja, wat logisch. Echt veel nog. Ja. Voor iemand die een rood scherm heeft gehad, 17%. En wie denken jullie dat ik de mol vind? Het zei toch al, Thomas? Thomas. Ja, ik denk dat je op Ruben blijft. Ja. Nou ja, mijn eerste overdacht is Ruben en mijn tweede is Thomas. Ja. Ik blijf weer de eigenwijze, hè? Ik luister niet naar jullie. En misschien is het wel de goeie, Kim. Misschien is het wel de goeie. Misschien moeten we even bellen. Zullen we even bellen? Ja, hier Arjan, misschien wil jij wat in de telefoon zeggen. Dat het een heel moeilijk seizoen is. Dat was met de Mol Nederland ook al. En dat ik weinig tips vind, jongens. Weinig hints. Weinig hints die je eruit kan halen. Dan alleen maar dat je moet kijken naar welke positie, wat wordt er verdiend, wat er wordt er gedaan. Supergraaf. Dus kijken. Supergraaf. Oh, komt hij weer aan met zijn graaf. Maar volgens mij duurt de podcast al een tijdje. Ja, die luisteraars worden helemaal gek van ons. Snap ik. Nee hoor. Ga je nou werkelijk maar afsluiten met de hint van Graaf? Ja.
Nee, met de telefoon. Nou echt luisteraars aandoen, die nou nog luisteren, die zo fanatiek zijn, kan je met zo'n hint naar bed sturen. Nou ja, er zijn ook volgens mij echt mensen die deze hele podcast luisteren. Dat vind ik echt een applausje waard. Applaus eigenlijk. Voor dat vind ik echt daarom, heel knap. Dat kan je niet maken om tegen die mensen niet met deze hint af te sluiten. Jongens, Ruben zei toen de loods van het stuntvliegtuig openging. Nee. Dit is echt super gaaf. En wat doet de mol? De mol graaft. Ja, leuk. En we zijn eruit. Klaar, stoppen. Het is Ruben. Houdoe. We weten het. Arjan is er klaar mee. Houdoe, nee, kan er niet uitgeknipt worden. Dit was het dan weer voor deze week. Volg, abonneer, like. Voor veel meer podcasten nog. De komende weken, inderdaad. Mocht je Kim nog willen volgen, dan kan je natuurlijk naar Kim Cogé gaan op YouTube en op Instagram. Yes. Mocht je naar Arjan willen gaan, dan kan je natuurlijk naar mollejagers-2023 gaan op Insta. Allemaal komen, jongens. Nou. Oh. Ja, mag. Wegblijven dan. En mocht je Dinant nog willen supporten, dan kan je naar @wdm-2023-hints op Instagram gaan. Ja. Yay! En mocht je mij nog willen supporten, dan kan je vooral abonneren op dit kanaal. Ik zou het niet doen. Misschien de foto volgen. Ik zou het niet doen allemaal met hints van die graaf, hè. Dan heb ik ook nog even een mededeling, ook voor jullie drieën. De procast van aankomende aflevering zal er niet komen. Die zal samengevoegd worden met aflevering 7. Dus 6 en 7 samen weer in één podcast. Kan je maar. En daarnaast, mochten de mensen zijn die ook mijn video hebben gezien, zal er een video op zaterdag komen volgende week. Want ik ben namelijk een week in Tsjechië. Oh, leuk. Dus daarvan. Lekker. Ja. Bedankt dat jullie hier weer. Ja, ga je René Fokker achterna? Ik ga René Fokker achterna, inderdaad. We gaan naar Praag. We gaan naar Praag. Oké. Okay. Ja. Gezellig. Ja, leuk hè. Ik hoop het. Ik ga ervoor genieten, zou ik zeggen. Bedankt dat jullie er ook weer waren. Arjan, Kim en Dinant. Of Arjan, Dinant en Kim, want op alfabetische volgorde. Oké. Vonden jullie het leuk? Zeker. Mooi. Vond jij het leuk? Altijd. Wat moeten we dan nog zeggen, jongens? Zeg jij het maar, Arjan. Houdoe. Zullen we deze houdoe-stem gewoon uitknippen? Gewoon? Nee. We gaan de houdoe's eruit knippen, hoor. Nee, dat kan niet. Mag niet meer. Mag niet meer. Laten we de kijkers laten stemmen. Ja, stem in de poll op Spotify als je het op Spotify luistert. Of zet in de reacties neer. YouTube. Mag Houdoe nog voorkomen in de podcast of niet? Houdoe! Houdoe! Laters. Later. Doeg! Doeg! Dus, hoe was iedereen's dag vandaag? Geloof me nou dat die Houdoe moet blijven. Ja, die moet wel blijven. Deze aflevering wel. Ben jij nog steeds aan het opnemen of niet? Ja, dat is dat afterstukje, weet je wel. Okay. Oh. We moeten jullie allemaal weer even... Want hij duurt al zo lang. Ja, weet ik, jullie moeten allemaal weer even acteren dat jullie het zo leuk vinden en grappig en zo, weet je wel. Oh, wat gezellig. Wil je met Kim praten? Hey, dat is lang geleden, Kim. Leuk. Dinant vertelt een heel verhaal, maar niemand hoort het. Nee. Dinant zegt een keer wat. Ja, wat leuk. Dinant zegt weer een keer wat en dan wordt het gewoon niet opgepakt. Maar goed, Dinant, wat wilde je zeggen? Ja, jongens, leuk procast deze week weer. Nu ook nog 2 weken wachten, ja. Dat was letterlijk het enige wat je wilde zeggen? Dat was, ja. Jemig. Ik was een beetje rommelig aan het praten, zodat je dat stukje vol kreeg. Snap je nou waarom wij elke keer door Dinant heen praten? snap je dit nu? Ik stel voor... Dit is gewoon de uitleg, hè? Ja, maar als het eruit komt, dan is het gewoon echt. Er komt gewoon niks uit. Maar ik stel voor, er komt een podcast waarin Dinant helemaal alleen de hele aflevering doorneemt. Ja, maar dan wordt het saai.
Jawel hoor, meditatiemuziek eronder en het gaat werken. Mensen vallen echt in slaap. In aflevering 1 was er een doos die samen met Lieselot de kans kreeg om voor een vrijstelling te strijden. Het gaat wel te snel hoor, Tim. Ze moesten schieten tegen een spiegel aan van het spiegelbeeld. Ten eerste te snel doet en ten tweede te weinig stilte ertussen. Oh. Mijn bed ziet er opeens verdacht lekker uit. Het spiegelbeeld. Dat is pas lief. Wat laat ze mij zeggen? Van het is wel een beetje dinant tempo. De mol. Nou. Ja, zo ja. Nee, dit is geen applaus waardig. Oh, nee.